gaat heel hard, vliegt hij zo over die paarden heen. En dan worden er later in de postproductie worden die adelaars ingezet. You know, I wanted for Matthias because it would really establish him here. So the pressure for me is to make sure that it's good enough and that we get everything we want. It's so Americano, Budweiser, and Matthias is gonna make it a little more edgy and then give it some life. You know, he gets a big picture. You know, he's not gonna focus on something that really in the edit we're not gonna see on film. Je moet ook weer niet te veel over nadenken dat zometeen 300 miljoen Amerikanen dit gaan zien. Dan word je er misschien een beetje te bewust van. Maar als je gaat draaien bent, heb ik daar geen moeite mee. I like the director. He cast me. He gave me the job. De sfeer op de set is ontspannen en de opnames lijken voorspoedig te lopen. Oké, okay, here we go. Quiet please. Dan steekt de wind op. De vliegende camera die per dag $100.000 kost, is nu niet te gebruiken. Ja, het gaat niet zo heel goed. We lopen een beetje achter op schema. Er is heel veel wind en nee, we moeten dit ding vandaag draaien, want je had die vliegende camera. En het, ja, door de wind moeten we steeds wachten. We're supposed to start shooting at 7:30 this morning. We didn't get a shot off until 9:15 or so. So that put me, you know, around 2 hours behind schedule. Okay, Tim, anytime. Here we go. And action, action, action. Maar uiteindelijk lukt het toch om dat ene perfecte shot te maken. Cutto! Yeah, that's good. That's good. That's okay. Ik ben er net. Weet je, ik ben echt. Mijn familie komt er gewoon over een weekje over. En we gaan hier nu wonen. En dus het is allemaal net in het begin. Dus het is echt de gouden kant. Dus ja, we moeten het zien. Matthijs van Heiningen junior. Aan het werk op misschien wel het mooiste podium op reclamegebied in Amerika. Dus we tellen mee. De commercial had ik graag willen laten zien, maar dat kan natuurlijk nog niet. Het kan pas op 7 februari 2007 als de Super Bowl daar is. Een paar minuutjes en dan weten we het. Wie de winnaar wordt van de Gouden Lookie van 2006. Supernova tandbleeksysteem maakt uw tanden witter dan een ontplofte ster. Het eerste mesje van de MP6 Power Shaver trekt het haartje naar achteren. Het tweede mesje snijdt het haartje af, voor het zich terug kan trekken. Het derde mesje trilt, waardoor het haartje schrikt en weer naar buiten komt, zodat het vierde mesje er nog een stukje af kan snijden. Het vijfde en zesde mesje sturen sonische boodschappen naar het haarzakje, die vervolgens de wortel ridiculiseren, bespotten en afzeiken. De MP6 Power Shaver. Uw baard heeft geen schijn van kans. En daarom zijn blije honden dol op poedelcreme hondenbiscotti. De smaak van lever met een vleugje cafeïne.